Heb je nog steeds je Marokkaanse buurman als kapper? Mijn Marokkaanse buurman? Nee, ik ben verhuisd ondertussen. Oké, want je had in denk begin vorig jaar. Ja. Heb je, was in, volgens mij een dubbel interview met Flip Collier. Ja, ja. Er stond in dat jij net je haar had laten knippen. Ja. Maar waar woon je nu? Ik hoef geen adres te weten. Nee, nee, ja. Laten we zeggen, mijn auto voorlopig. Nee, ja, ik pendel tussen Antwerpen en Limburg. Ik heb nog niet echt een verblijfplaats, maar... Ik heb nog niet echt een verblijfplaats. Maar waarom ben je, zeg maar, verhuisd uit... waarom heb je dat huis niet meer? Was het klaar? Ja, het was boven een bakkerij. En ik werd de hele tijd, de hele dag, door een penetrante bakkergeur beïnvloed. Ik was echt verschrikkelijk op den duur. Ik kon er niet meer blijven gewoon. Het was een heel oud appartement ook. En het werkte niet meer voor mij. Ik moest daar weg. Het was toch een Marokkaanse buurt, toch? Tenminste, dat stond geschreven. Ja, klopt. Super, ik zeg Marokkaan, hey man, dat zijn mijn vrienden, hè, maar... Nee, de kapsel, dat was wel een verkeerde beslissing op dat moment. Ik dacht, ik ga naar zo'n soort van mannelijke shaven haircut, weet je, plaats. Ja, ja. Marokkaan, en dat was van, oké, ik ga me laten scheren en me knippen. En dan was kwam ik er gewoon uit met een verschrikkelijk kort gebiekte haardos. En dat was verschrikkelijk. Ja. Zwat. En een paar sneetjes ook van het scheren, niet te geloven. Maar dat is altijd gevaarlijk, hè? Dat je denkt van, hey, als ze willen, ja. Als ze willen, dan bloed ik hier dood. Ja, dat is waar. Ja. Oké, dus en dan een andere leuke vraag. Of je nog veel luistert naar de Zuid-Afrikaanse rapper Spook. Spook Matombe. Matombe. Ah wel, nu kan je een primeur vertellen. Primeur. Er is nog een andere Zuid-Afrikaanse rapper en die heet Waddy Jones. En ik ga waarschijnlijk dit jaar een plaat met hem samen opnemen. En dat, Zuid-Afrika, Cape Town, Kaapstad, is een geweldige, is een geweldige broedplaats voor talent blijkbaar. Ik ben er enkele jaren geleden beland en het is ongelooflijk wat voor creatievelingen daar zitten. En nu in een project waar ik nu in zit, met de Antwerpse provincie, biedt mij de kans aan om een uitwisselingsproject aan te gaan. En ik ga dit jaar waarschijnlijk een plaat opnemen met de Zuid-Afrikaanse rapper Waddy Jones. En wat voor soort plaat wordt het dan? Wordt het een crossover plaat of wordt het echt een hip-hop plaat of een rockplaat? Zeker hip-hop. Absoluut. Waarschijnlijk crossover. Want hij is een hiphopper, puur zang. Hij is echt een hiphopper. Daar kan ik me nog niet over oordelen, want dat is waarschijnlijk een samenwerking. Dus in het beste geval laten we samen tot iets komen. Ja. Dus we zullen nog zien. Dan heb jij een verklaring, zeg maar, voor die, waarom dat zo'n broedplaats is? Ik weet niet. Misschien omdat ze jaren afgesneden zijn geweest van de rest van de wereld. Dat zij... Dat zij nog tot voor kort geen internet hadden en zo zelfs. Dus ze moesten echt iets creatief zijn met een genre of met hun instrumenten. En door die afzondering juist met geniale dingen afkomen eigenlijk. Dus... Noem eens iets dan bijvoorbeeld. Wat je zegt, dat het is specifiek voor die scene. Ja, bijvoorbeeld Amerikaanse hip-hop gaat heel veel over guns en dit en dat en bitches hier en dit en dat. Het is pokken saai geworden. Maar zij praten over hyena's. Dat is een hyena in my living room. Dat is een monkey in my bathroom. En dat is echt... Dat is ook echt zo, want het is Zuid-Afrika. En dat vind ik wel interessant. Ze komen op interessante denkbeelden uit. En daardoor ook, zeg maar, interessante rijmschema's misschien? Ja, ik zeg helemaal. Ja. En je zou zeggen dat die niet zo progressief zijn met de beats en zo. Maar die zijn heel progressief, heel vooruitstrevend. Dus absoluut, de wereld is ook een dorp geworden natuurlijk ondertussen en daardoor zijn ze heel goed mee met hun tijd ook nu wel. En dus te gekke muziek gewoon.